Ja jongens, het is weer tijd voor een nieuwe FE 2020 carrière modus. En ik moet zeggen, we zijn in Oostenrijk. En visueel gezien is het een van de vetste circuits die er op de kalender staat. Ik ben er zelf persoonlijk nog niet geweest, helaas. Het is midden in de Oostenrijkse bergen. Prachtig natuurlijk, mijn broertje is er inmiddels al 2 keer geweest. Heeft natuurlijk ook Max Verstappen daar zien winnen. Prachtig, klein beetje jaloers. Maar ook een heel leuk circuit om op te rijden, vind ik zelf. Ik vind eigenlijk alleen bocht 3 vind ik een beetje tricky wat dat betreft. Maar kijken of we dat gaan overleven. De vrije trainingen gingen best wel goed. Ik stond gemiddeld op een 7e plaats. Nou, dat is uitstekend. Ik sta ook in het wereldkampioenschap op een 7e plek natuurlijk. De afgelopen races hebben goede resultaten behaald. En ook die auto begint steeds beter en beter te worden. We staan nog steeds onderaan. Maar het is in ieder geval een stuk beter van waar we kwamen. En het is nu tijd voor de one-shot qualifying. En dat gaan we nu doen. Wat ik zeg, ik ga er met vertrouwen in door de vrije trainingen. Kijken of dat vertrouwen zich ook vertaalt in een goede kwalificatiepositie. En uiteindelijk natuurlijk ook een goed raceresultaat. Oké, we gaan het doen. Deze was lekker genomen. Nu gaan we dus richting bocht 3, waar ik echt veel moeite mee heb. Ik verlies daar over het algemeen toch best wel veel tijd. Hij ging nu best aardig. We liggen ook redelijk ver voor, maar dit is een bocht waar ik echt heel veel last van onderstuur heb vergeleken met de andere auto's. Gaat oké. Die zo snel mogelijk het stuur openen. Ah, doodzonde. Niet helemaal tevreden mee. Klinkt gek, dit is mijn beste kwalificatiepositie tot nu toe. Klinkt gek, maar zeker in die derde sector, een boel schoonheidsfoutjes. En we lagen tot aan die derde sector op P1. Ik zag mezelf al langzaam richting die pole position kruipen. Het zat er helaas niet in. Oké, het is wat het is. Dit is een uitstekend resultaat om mee te starten. Tweede startrij, naast Max Verstappen in de Red Bull natuurlijk. Hij zit er een paar tienden onder. Een paar honderdste zit hij eronder. Even gaan kijken wat dit in de race gaat brengen. Belooft in ieder geval veel goeds. Zit er een podium in vandaag? Fingers crossed, ik hoop het. De versnellingsbak die is vervangen, dus hopelijk gaan we daar geen problemen mee krijgen tijdens de race. Ik heb vertrouwen. Laten we doen, jongens. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. It's been a great qualifying session for you. Are you going to carry that momentum into the race? The car feels fantastic. Nee, ik ga even showballerig doen. Nee. Ik moet de chassis department hard onder de riem steken. Dat is beter voor de ontwikkeling van de auto. I think they're a great team with a strong legacy. Yeah. Appreciate your time. You're welcome. Ocon, mijn rivaal op dit moment. Daar staan we voor. 7 tegen 5. Volgens mij, ja, we moeten tot de 30. Dus we hebben nog wel heel even te gaan. Maar met een goed resultaat vandaag kunnen we alweer wat omhoog klimmen. Ja. Hier zijn we. In Oostenrijk.
grandstands were a sea of friends in 2019. Ik moet zeggen, ik heb weer een setup gebruikt voor Wii Sport 101. Kleine aanpassing gemaakt, zeker omdat deze auto redelijk veel last van onderstuur heeft. Ik heb een klein iets meer downforce opgezet, vooral aan de voorkant. En dat lijkt redelijk goed te werken. Wat ik zeg, bocht 3 is een uitdaging voor me. We gaan zien of het iets gaat opleveren. Maar, we staan op 2 startrij. De Mercedes ligt voor me. We zagen de Mercedes, ze zijn een stuk beter in de derde sector. Dus, wat gaan we doen? We gaan gelijk vanaf de start, rich fuel mix, en gelijk onze overstekenbutton gebruiken. En hopelijk weten we zo op het rechte stuk voorbij te steken met dezelfde engine. In principe zijn we iets beter verder ontwikkeld, maar het is nagenoeg dezelfde engine. Dus qua horsepower zouden we dat gewoon moeten redden. En dat is de strategie die ik in deze race aanga. En of het iets gaat opleveren, dat moet maar blijken. Maar ik denk dat onze enige kans is om die Mercedes achter ons te houden, als we gewoon gas geven, proberen voor te komen voor bocht 3 en dan stevig verdedigen. That's it eigenlijk. En dan hopen we dat er niet raar gebeurt tijdens de race natuurlijk. Ricciardo, Norris, Daniel Kvyat, en ik zal op 110 plaats. Magnussen, natuurlijk volgend jaar er niet meer bij, helaas. 28 jaar. Hij heeft eigenlijk nog zeker een paar goede jaartjes te gaan. Romain Grosjean ook. Die vertrekt. Maar die heeft natuurlijk al een hele lange, prachtige F1-carrière achter zich. Het moet haast wel een valse start zijn geweest voor Bottas. Kleine touché. Dit was niks, we pakken de tweede plaats. Binnen de seconde blijft van Hamilton, dan hebben we een kans. DRS, overtake en rich fuel mix. We komen er nog niet bij!
binnen de seconde blijven, dan kunnen we hem straks pakken. Nu moeten we hem hebben. Kom op. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Nu krijgt Hamilton natuurlijk een DRS. Ik weet niet waar het denk moment zit. Hier verlies ik echt de meeste tijd ten opzichte van. Ten opzichte van mijn tegenstanders. Die gaan mij zo inhalen op het rechtstuk. Brandstof spaarzaam gebruiken. Met de DRS, dat is mooi. Oh. Ik heb wel een probleempje. Je game lijkt in één keer met 30 fps te gaan draaien ofzo.
zijn langzaam weg aan het rijden. Vergeet niet dit stuk waarin we over het algemeen een stuk langzamer zijn. Like boxer. Te pakken daar zeg. Wat ik al zei. Deze bocht ligt me niet. Lekker.
zwemmen in het grind. Dat moet je zeker niet doen. Het was een randje. Track limits. Wel dichterbij hoor. Klein stuurvoudje. Als de auto even helemaal kwijt. Ik pak weer het broodje, maar dat lag iets te hard. We have 2 laps of fuel remaining. Ik probeer het asfalt te maximaliseren, maar in de laatste ronde.
dat is alles, man. Als ik het gewoon uit de DRS onder kan houden, dan moet het verder geen probleem zijn. Oké, laatste ronde. Oh shit. Dat was een grove fout. Binnen een seconde. Daniel Ricciardo, natuurlijk. Niet dat ik in de Williams heb gewonnen, maakt verder niet uit. Daar is de Claire. Inmiddels helaas ontslagen of opgestapt, het is wat je zelf wil geloven. Yes! Ik zei me kapot. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results. Charles Leclerc zevende. Is laag voor zijn doen. Williams have put in an incredible performance out on the track today. I'm glad all the hard work yes. has finally paid off. Woo! Oei. Dat is phase 4 hoor. Ik ben wel echt gesloopt. Het ging ook echt niet lekker. Ik weet dat ik deze baan veel lekkerder kan rijden dan dat ik inmiddels heb gedaan. Maar we hebben het geflikt jongens. Make Williams great again. De eerste overwinning is in de bag. Even kijken. Maar mijn snelste rondetijd is 1.7729. Daar is. Dat is Max Verstappen met 1000ste van de seconde ondergedoken. Hij gunt je helemaal niks. Oei. Nou, laten we snel de interviews doen en kijken hoe het staat met de voorgang van onze auto. That was an exciting race from our perspective. It was. Let's have yours. You took the top points today. Was it a comfortable win? The amount of downforce. The Valencia Aero Department, sterker maken. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. I couldn't do this without a great team behind me. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they? We made some tweaks to the chassis, and it seems to be paying off. Appreciate your time. You're welcome. Penalty free, fastest lap, podium finish, finish position. Alles hebben we gewonnen ten opzichte van Ocon. Ja, sta een beetje met je mond vol tanden, Esteban.
contract renewal time, so think about if this is where you still want to be. We can try and negotiate a better deal here, but we also have the chance to look elsewhere. We kunnen dus naar een ander team, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We gaan even kijken of we wat kunnen investeren weer. Dat kunnen we zeker. En dan gaan we hier Alfa Romeo voorbij, lijkt het. Als we deze kunnen upgraden. Nee, dit is echt verreweg de grootste jump. Dan pakken we deze. Develop standard, develop upgrade. 27 juli zou die af moeten zijn. Waarschijnlijk gaat het weer mis. Dat is tot nu toe nog elke keer het geval geweest. Maakt niet uit. En daarmee zijn we, volgens mij, als ik het nu goed bekijk, als al die upgrades doorkomen, zijn we Alfa Romeo voorbij. En volgens mij ook Haas. Ik denk dat we ongeveer op gelijke hoogte komen met AlphaTauri. Maar zij zullen natuurlijk ook gewoon upgrades hebben die ze de komende tijd gaan installeren en op de auto zetten. Dus het zal spannend worden, maar we hebben in ieder geval aangetoond met de progressie die we hebben geboekt dat we een race kunnen winnen. En dat is echt fantastisch. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk Oostenrijk. Het is een circuit wat mij wel redelijk lekker ligt. Dat zal bijvoorbeeld in Singapore totaal niet het geval zijn. Maar het is bemoedigend. En zeker ook dat de auto nu eindelijk enigszins oké begint te sturen. En dat de balans er nu is die er op het begin helemaal niet was. Het was alsof we met een houten zeepkist door die bochten moesten knallen. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Het is nog verre van een Ferrari, Mercedes of een Red Bull. Maar we maken een goede stap. In ieder geval fijn om te zien. Jongens, dit was mijn F1 2020 carrière modus. En we hebben onze allereerste win gepakt in Oostenrijk. En ik ga even douchen, want ik zweet me kapot. Later jongens. Ciao!